Yo, daar zijn we dan. Raft, Discozol hier. Naam is Kasper. Welkom. En, weet je wat het is? We gaan weer raften. En dan zul je je waarschijnlijk afvragen van, ja, maar, Kasper, we hebben het al eerder geraft. Dat klopt, we hebben al eerder geraft. Dat klopt. Maar ik vond het wel een keer leuk om het daar eens weer mee te gaan beginnen. Dat doen we ook op een vaste dag. Namelijk nu op de vrijdag. En dat doen we gewoon even tussendoor. Want u weet ook dat ik op vrijdag altijd de vrije trainingen rij op de, tijdens de Formule 1. Dus doen we gewoon nu zometeen tijdens de Formule 1 weekend. Dan doen we gewoon weer de Formule 1 race. Is er geen Formule 1, dan gaan we gewoon lekker Raft spelen. Het wordt dus een vaste item op mijn kanaal. Wederom, Raft. We gaan dus proberen om het vlot zo mooi, groot en lomp mogelijk te maken. Punt. De bedoeling van Raft is dat je zo snel mogelijk je vlot wat gaat uitbreiden met planken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. Namelijk hout, plastic en touw. Touw maak je met van die mooie groene blaadjes. Dan moet je eens even plastic hebben. We moeten eens even wat spulletjes binnenhalen, want we moeten zo snel mogelijk dus de plank, of eigenlijk een vlot tenminste, dat zou ik je aanraden om dat te gaan doen. Om zo snel mogelijk dat vlot te gaan verbreden, want mocht je nou straks hier een open haartje neer moeten zetten voor je water, en die haai komt eraan en die bijt dit stuk op, dan ben je gelijk je open haart kwijt. Dus daar moet je heel even op letten. Oh. Hoppa. Nou, we gaan even een stukje vissen. Ja, we zijn nu lekker een beetje aan het vissen, ouw. En we hebben ook voor me nu een eilandje. Alleen, ik zal als ik jullie was, als jullie dit spel gaan spelen en je bent in je beginfases, zal ik gewoon de eiland nog even skippen. Zorg gewoon dat je nou eventjes eerst genoeg je basis levensbehoeften gaat verzorgen. Dus dat is dus eten en water. En water is wel heel belangrijk, daar moet je echt heel snel aan beginnen. Voor de mensen die het spel nooit hebben gespeeld hebben, zal ik even laten zien wat je dan moet doen zometeen. Maar ik blijf nog even doorvissen. Ja, er komt dus wel een land in zicht, maar die laten we gewoon even skippen. Ja, mensen er echt tegenaan varen, dat we er gewoon tegenaan vast blijven liggen. Dan kunnen we wel even kijken. Maar ik kan nu ook nog niks, want ik kan ook geen bel komen als het goed is. Dan kunnen we even snel even spieken. Nee, kijk, dan moet ik stone hebben en rope. Die heb ik allebei nog niet. Nou, rope kan ik wel voor zorgen trouwens, maar... als we dan nou echt tegenaan varen, dan kunnen we dat wel pakken. Ja, we varen wel goed tegenaan. Haha. Maar we kunnen wel even checken. Dan moet ik even rope maken. Rope maak je zo. Die kun je even craften. Zo. Dan moet ik nog een steen hebben. Een steen dat zal misschien wel in een van die vaten liggen. Anders ligt het op de grond. Op de bodem. En ja, dat is wel, ja, we komen gewoon vast, ja, weet je, het is, we gaan wel het eindelijke eiland op nu. Zo, kom even een beetje moedertje worden vandaag of zo, ja. Kijken of we nu ook echt vast blijven liggen, dan kunnen we even checken snel even, maar ja, ik... Kijk, hier ligt dus ook allemaal nog materiaal. Hier ligt ook bijvoorbeeld steen ligt hier ligt ijzer ligt hier. Hier ligt klei. Maar we gaan er gewoon langs heen varen. Nou, dus we gaan het gewoon skippen hoor. Dat doe ik niet. Ik vind dat zonde om dat nu al te gaan doen. Ja, mis we er echt eraan komen te liggen. Dan kunnen we heel, heel snel even spieken wat hier ligt. Nou, even heel gewoon. Dan stop ik wel gewoon door. Dan kunnen we deze kunnen we even meepikken. Deze kunnen we even meepikken. Even kijken naar mijn vlot hebben. Oeh, die blijft liggen. Die blijft niet helemaal liggen. Dan kun je die plankjes sowieso even meepakken. Dat is best wel handig voor als je in de toekomst. Het is wel belangrijk dat ik even vlot in de gaten houd, dat het goed komt. Misschien iets van een... ja, kijk, deze kan ik dus ook niet pakken nu. Of kan ik die zo pakken eventueel? Kijk, dan moet ik dus met een hamer die dus kapot slaan. Maar ik heb dus nu niet die hamer. Die gaan we ook niet craften. Even kijken naar mijn vlot hebben. Kijk, die gaat dus nu vandoor. Ik moet terug. Oh-oh. En ik ben al best ver weg. En dan ben ik ook bang dat ik word gebeten door meneer Haai zometeen. Nou, dan gaan we heen lopen. Nou, dan gaan we halen. Ik zie dat ook alweer. Oh, oké, okay, daar is de haai. Dankjewel, haai. Zo, en weer op het vlot. Oh, mijn tonnetje erbij nu.
Had ik niet hoeven te gooien. Ik heb inmiddels ook alweer een nieuwe werpstick gecraft. Oké. In ieder geval wel wat materiaal. Wat doe ik nu? Dan gooit het ding weg. Serieus dit? Kijk. Ja, hier craften. Ik ga zo eerst even wat doen aan die keuzepoets trouwens van dat ding. Want dat word ik een beetje... Kijk, dit is dus... Kijk, ik moet dus nog weer plastic hebben. Nou, dan gaan we op zoek naar plastic. Kijk, dan kunnen we zo meteen beginnen met water. Dan zet ik hier zo meteen midden in dat water. Kijk, mocht je dan hier dat ding neerzetten om je water te maken. En je zet hem bijvoorbeeld hier zo neer op de rand. En wanneer hij komt eraan, die pakt dit stukje plank. Dan ben je en je water kwijt dus, en je plank ben je kwijt. Het is gewoon eeuwig zonde. Maak er nog één zo'n randje moeten we nog hebben. En dan gaan we beginnen met het water. Daar heb ik ook wat meer nog aan plastic nodig. En ik heb nog wat meer plastic nodig vanwege de beker. Die bij me craften. En dan hebben we sowieso al een beetje de basis al een beetje weer klaar. Even de touw er trouwens. Zo. En dan hebben we in ieder geval de basis dan al weer liggen. Kijk, dat moet die er alvast even aan. En dan kijk ik even hoeveel dat waterdingetje kost. Dat waterdingetje dat is kost wat ik dan moet hebben. Om dat te maken, dus deze. Dan moet ik nog plastic, nog één plastic nog hebben. Oké. Okay. Nou, die vind ik wel ergens toch? Ja, daar ligt al plastic. Kun je nu nog pakken. Jee, en dan een liefde bij weer, dat is mooi. Kijk, als het goed is kan ik hem nu craften. Alleen dan moet ik nog even nog meer plastic hebben voor die beker. Dan moet ik nog een beker erbij craften. Nou, moet ik weer plastic. Nou, plank wel goed. Plastic erbij. Nou, dus even kijken. Nou, daar gaat dus het eilandje. Helaas pindakaas. Ik heb moet zeggen dat ik ook bijna tonnetjes krijg. Goed, we gaan even kijken of we dat ding nu kunnen craften. Ja, ik kan hem nog craften. Heel goed. En dan zetten we hem eventjes daar zo even in. Dan moet dit wel... Oké, ja, ik heb nog meer seeds trouwens. Deze seeds kun je ook gebruiken straks als je de plantenbakken klaar hebt. Maar ik zie ook dat ik een behoorlijke inventarisatie ook krijg. Daar moet ik een beetje op letten. Want zometeen zit mijn hele inventarisatie vol. En dan kunnen we niks meer doen verder. Dan moet ik boxen maken. Oké, dan moet ik alleen nog een... even kijken. Een beaker hebben. En een beaker dat kost 1 van 4. Oh jee, dat is wel heel veel aan beakers van de plastic moet ik hebben trouwens. Hier, daar in de vette is nog een slot trouwens. Gaan we wel rechtop af. Even een gaten hebben op dat slot. Misschien is daar nog wel iets licht aan etenswaren. Interessant. Anders zwemmen we er even heen zo meteen snel. Dan zal eventueel even heen kunnen zwemmen daar. Dus misschien wel even een dingetje. En misschien wel even gaan kijken straks. Ik speel op easy, dus als meneer Haai me bijt, dan ben ik niet gelijk dood. Dat is dan wel een voordeel. Kunnen we eventjes te wil even heel gauw heen gaan naar dat vlot. Alleen als je daar vlot heen gaat, dan heb je natuurlijk wel weer een dingetje. Namelijk, zodra je het vlot loopt, dan zinkt het vlot. We kunnen wel even kijken straks. En dan kunnen we ook even heen zwemmen misschien eventjes. We kunnen even door die haai eventjes afleiden. Maar nogmaals, zodra je op de vlot gaat staan, dan gaat dat vlot zinken. Dan kun je er eventueel wel heen gaan. Ja, dan moet je een anker maken en dan leg je je boot stil en dan kun je al zwemmend, duikend dus, nog naar het vlot toe. Dat kan eventueel ook wel weer. Ik ben bang dat het vlot het helaas niet gaat redden met het vlot. Dan moet je een panel craften. Ik weet niet hoeveel zo'n panel kost. Kun je ook even gaan vissen straks. Panel is, nee, 5 van 8. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje zonde van mijn... materiaal dan, als ik dan nu een panel moet maken. Ja, het wordt nu donker. We laten hem zitten. Helaas. Oké. Ik heb nog steeds geen eten. Ja, ik heb wel nu een potato. Sorry, ik denk ik heb nog niks aan eten. Maar we maken eerst eens eventjes een empty cup. Zo.
Nou, dan kunnen we empty cup, kunnen we zeewater pakken. Zo. Dan daar neer. Het vuurtje erop. Hoppakee. Water. Hey. Interessant. Daar gaat dat vlot. Ik ga even snel even kijken. Even snel. Het is toch wel interessant om naar te kijken. En weer terug. Zo, nu zinkt hij alweer. Kijk, wat geen lucht krijgt voor meneer de haai. En ja, meneer de haai weer. Auw. En weer terug. Nou, dat was mooi, hè? We hebben mooi een box te pakken. Er zit niks in trouwens. Die water zat erin. Heb ik nou serieus nog niet die box gepakt? Oh, oké. Okay. We gaan verder met vissen. Ja, inmiddels gaat het stormen in één keer. Daar komt de haai aan. Kijk, de haai die zit nu gewoon buiten de zee. Boven de zee gewoon. Dat is zo heel vreemd. Maar het weer wordt er niet echt best van. Kunnen we eens even kijken hoe het nu met onze planken voor staan. Hier van 2, ja, ik heb het niet. Ik ga er 3 bij maken. Een eindje, en dan ben ik nu alweer er doorheen. Ik moet ook even weer zo'n ding kan craften, zo'n werphengel. Want die begint alweer op te raken. Nou, vind je dit dan een leuke video? Zo, ik heb een hele rare stem van verbouwing in één keer. Ze zeggen abonneren. Desk en Zolle, ik maak dus random filmpjes. Ja, random wordt dus een beetje vaste filmpjes. We hebben nu op de maand nu deskcam video's. En we hebben nu op de dinsdag, woensdag doen we gewoon ja, van alles nog wat filmpjes. En vrijdag hebben we dus de Formule 1 of de Raft nu. Daar gaan we nu door mee gaan. Ik zal eerst even kijken of ik weer zo'n stick kan kopen. Ja, heel vast weer een de pocket. Mocht ik straks. Geen stuk meer. In ieder geval weer eentje erbij. Als we nu zo'n ding gaan zwemmen. Daar word je niet vrolijk van. Dan krijg je nu met meneer De Haai. Meneer De Haai is hier ook al bezig geweest, zie ik. Want ik heb hier ook een ding een stuk wat weg is. Dat is wel jammer. Dat is toch jammer, hè? Dus video's ongeveer een kwartiertje laten maken. We zijn niet zo allemachtig lang onderweg. Zo. Pakken. En zo even pakken. Schot je weer aan het werpen. Zo, kan ik hem nu al maken? Jee. Kijk. Wordt een vlotje al wel wat groter, hè? Nou is hij 1 in de breedte. En 3 in de lengte. Eigenlijk moet er dan nog eentje in de breedte nog bij. Maar we kunnen ons nu wel ons wat meer gaan richten op op wat andere dingetjes nu. Want we hebben nu aardig het water nu voor elkaar. En we hebben al wat te eten, zie ik. Ja, eten is ook niet erg, maar je zegt wel goed hoor. Ik heb net nog maar 1 aardappel. Ik moet meer eten hebben. Maar dat eten dat vind je in de tonnetjes. Maar ja, ik krijg ook wel heel weinig tonnetjes. Hoe kan dat nou? Het is heel vreemd. Ik begin wel dorst te krijgen. Dus we kunnen alvast even wat gaan drinken. Zo. Nou, nieuw water alvast even maken. Oh, ik heb nou mijn water weggegooid. Oh, ik heb nog een trick. Zo. Je kunt ook wel wat gaan eten creëren. Eten creëren kun je doen met een hengel. Ik ga vast even hengelen. Zo, en dan ga ik vast even wat touw maken weer. Want zo, pakjes. Juist meer de haai. En nu ben ik iets aan het vullen met vissen kunnen we nu. Visje is altijd goed. Visje zal mooi zijn trouwens. De visje heeft meer effect als je het visje even bakt. Alleen dan moet ik eerst dat creëren met research. Dan moet ik een research gaan creëren hierop. Terwijl gaat hij op zoek naar nieuwe uitvindingen.
Dat doe je, bij deze resource table. En bij resource table vind je dus weer nieuwe dingen uit. Onder andere is ook een open haard volgens mij. En een grill. Zodat je vis kunt grillen. En dat is beter met qua... als je honger hebt, is een rauwe vis minder effect dan een vis wat gebakken is. Dat heeft gewoon een beter effect. Goed, we gaan even verder met vissen. Inmiddels is het alweer wat aan opklaren met de wind. De zon komt weer tevoorschijn en we hebben daar weer een vlot in zicht. Kijken hoe ver we daar vanaf blijven drijven, dat we er wat dichterbij komen. Dan kunnen we daar even wel weer heen zwemmen eventjes. Dus, ja, dat zal we even kunnen doen straks. Maar ik denk ik kan anders een paddle craften. Deze zit wel heel ver weg deze volgens mij. Ik heb een receiver wat ik nu kan maken, zegt hij. Oké. Okay. Plastic. Ik moet eten gaan krijgen. Nou, wat doen we met dat vlotje? Ik denk dat een vlotje dichterbij komt, denk ik. Die meeuwen krijg je straks last van, pas. Dan komen we in de later fase wel weer een keer op terug. Maar dat vlotje dat drijft mooi van ons weg. Oh, shit, we hadden best wel willen weten wat er nou allemaal op dat vlotje lag. Nou, dan was het gewoon geen vlotje. Ja, soms moet je gewoon dingen accepteren in je leven, zeg maar. Dus helaas, geen vlotje. Ga ik die nog halen, ja of nee? Ik denk het niet. Kunnen we alweer een volgende ramp gaan maken? Want dan ga ik binnenkort, wat ik zo meteen wil gaan doen namelijk, is een aantal vlots gaan maken. Dat was mijn hoek. Gewoon een soort een vlot maken waar we dus voedsel gaan op maken. Een vlot waar we dus mijn huis gaan bouwen. Een vlot maken waar we dus stores gaan krijgen. Een beetje verdelen in een aantal categorieën. Dat is wel leuk om te doen trouwens. Ja, vlot is nu wel vrij dichtbij. Wat doen we? Gaan we erin zetten of niet? Het is wel ver weg hoor. Echt ver weg. Ja, gaan we niet doen. Ja, deze kunnen we allemaal zo pakken. Dat is goed weer. Dat toontje kunnen we ook eens oppakken denk ik. Even kijken, binnenkort ook even wat eten zie ik. Ik krijg honger. Rope, plastic, palm leaf, plank, plastic en plank. Oké, nou dan gaat dus mijn vlotje, die gaan we dus afscheid van nemen. Even kijken hoor, ik even wat te drinken nemen. In ieder geval plankjes in leggen. Komt er ook weer een plastic voorbij. Ja. En een tonnetje is wel interessant. Dan breng ik meneer de haai mee heen. Een ding kapot. Ja, je kunt eventueel die haai pakken met een stick. Maar dat doe ik niet. Want heel simpel. Dat kost gewoon. Ja. Materiaal. Dat vind ik gewoon zonde om dat nu te kopen. Wat ik eigenlijk nu wil doen, is eigenlijk zo snel mogelijk op zoek gaan naar die netten. Zodat ik niet meer hoef te vissen. En als je die netten, daar komt dan gewoon je spoor in te hangen. Dus hoef je niet meer zoveel met te gaan werpen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een optie. Echter, als jij die netten gaat bouwen, die zijn wel vrij prijzig. Dus ik zal gewoon dan bijvoorbeeld hietennetten maken. En straks hietennetten maken. En dan bouwen we eromheen weer een plank. Zodat die haai dus niet als eerste keer bij kan. Anders moet je iedere keer net even maken. Dat is gewoon irritant. En dan ga ik weer wat weg. Ik weet niet, plastic hoed. Die Q-toets ga ik soms ook even afscheid van nemen. Kijk, die netten, dat zijn deze. Ik weet niet of ik die al kan maken. Nee, die kan ik nog niet maken, denk ik. Ja. Moet ik me eerst, waarschijnlijk eerst mijn tafel dan voor elkaar maken. Ja, tafel kost je nog 14 planken. Dus dan moeten we even nog wat planken maken. Dan kunnen we eventueel die tafel vastmaken. En dan kunnen we wel daarna voor mij op zoek gaan naar die netten. Dat is wel heel erg handig, die dingen.
Nou, ik laat het even hierbij. Het was een beetje de basis nu. We hebben nu water, we hebben nu wat eten. Dus we kunnen ons nu al redelijk redden op zee. En in deel 2 gaan we gewoon lekker verder met Raft. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Laat eens een blauw duimpje achter. Like en share mijn video. Terwijl er nu heel veel plastic voorbij komt. Like en share mijn video's, want dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. En ja, of verhuis gaan we dus nu gewoon lekker raften. Of de F1 als er weer F1 is. En als het F1 in het weekend valt, dat het er is. Dat is heel raar gezegd. Bedankt voor het kijken. De groeten doodles. Dag.